Want het is natuurlijk altijd een beetje dim dan. Maar we waren dus vrij snel uit. En het is dit jaar wordt het boek niet uitgereikt aan een man. Maar ook niet aan een vrouw. Maar die komt het aan twee mannen. En wel de mannen die zojuist optraden. Willy en Tanjol. Het is natuurlijk zo dat wereldberoemde millingen, Tony en Willy, maar ook hun ouders al. Weet jullie nog dat kleine vrouwtje wat later op de ziekenwagen, noemen we dat, ambulance bij Pauwels zat? En dan jullie legendarische vader, Tony. Die man had mede door zijn autoriteit, autoriteit voor zijn lengte op een hele soepele manier. En die man die kwam dan binnen tegen zijn tijd. En dan begon je even niet meer om een biertje te zeuren. Dat is gewoon gelijk. Maar goed, even aan jullie en de reden waarom jullie het boek geven. Wij vinden dat jullie heel goed hebben ingezet voor het dorp. En dat is nu weer met de muziek. Ik heb jullie de kennis gememoreerd. Dat is ook altijd met de foto's. Ik zag ze met Jaak Janssen, dat had ik al van de kennentijd. Maar Tony, jij bent natuurlijk al sinds jarenlang de cineast van het dorp. En jij houdt alles vast dat we het alles nog gegeten hebben en nagestart. Dat we gaan genieten. Willy was natuurlijk jarenlang mede boegbeeld bij het fietsclub, noemen we dat in Julia. Ik vind dat jullie het volstrekt verdiend hebben. Het is mij een heel groot genoegen om dat verschrikkelijke mooie boek, blijf het herhalen, toch even aan jullie toe te handelen. Dank jullie wel.